Mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vannacht van Azië naar Europa oversteken en dat met een jacht. Ik heb eigenlijk nog maar lieve gasten, maar ik ben ze... Laatkomers! Kom op, man! Ik ben vandaag met laatkomers. Ilias Vieto. Kleine John. Hoppa! Charbon. Yo! Abi, je bent echt een natuurlijk. Merhaba Abi, naast de zin, IMSN, bent die IM Abi. Mensen, blijf kijken en ik neem je mee in deze geweldige avontuur. Azië naar Europa. The man them too inconsiderate, 5-star hotel, smoking cigarette, mixing Cody and up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan, drinking apple cider. Mensen, wij zijn nu op de boot vanuit Azië naar Europa aan het varen. Alleen ik wil mijn gast aan tafel krijgen, maar jullie weten, het zijn laatkomers. Laatkomers! Kom erbij zitten, Abi, gezellig. Lekker gezellig. Tel eens bij vrienden. Hadden jullie dit verwacht? Nee. Echt niet? Nee. Wat vinden we dan tot nu toe? Ik vind het heel dik. Ik vind het geweldig. Fijn om te horen, man. Mond open. Ik wou niks van afvoeren. Ik wil ook niks van afvoeren. Ben je serieus? Ja. Allergisch? Aan de arbeid. Mag ik jullie wat vragen stellen? Zeker weten. Laatkomers, waar komt dat vandaan in één keer? Mooie vraag. De naam of de groep? Ja. Allebei. De groep is, wij werden bevriend. Ik was eerst bevriend met hun. En ik was ook bevriend met Chatlo. Met Ilias en Charbon. Nee, nog meer context. Ik en mijn broertje, dat is heel moeilijk met die wij zeg maar. We willen samenwerken en video's maken. Dat weet ik. Wij zijn echt heel moeilijk erop. En ik zei tegen mijn broertje, we gaan met niemand samenwerken. Nooit. Dat was het begin eigenlijk, de idee. Ja. Op een gegeven moment, John reageerde onder een YouTube-video van ons. En hij gaf ons liefde. En ik dacht van, oei, wat is die jongen wel? Nou, op een gegeven moment, wij stopten met YouTube. En ik had een heel leuk idee. Ik zag een Mr. Beast-video. Ik weet niet wat het was. En ik zei van, hey John, ik deed op YouTube toch nog? Hij zei, ja. Hij zei, ik heb een tof idee voor jou. Waarom doe je die Mr. Beast-video? Hij zei, dat is eigenlijk wel een goed idee. En toen vroeg hij mij, wil je meedoen in die video? Dat dacht ik, wil eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment dacht ik van, waarom ook niet? En nou, toen kwam ik daar en toen ontmoette ik echt John, werden we vrienden. En van daaruit, ja, hij was op een gegeven moment. Ik zat wel van dat ik hem doorpakken. Dus eigenlijk, ze kwamen naar mijn video, toen dacht ik van, hé, ze zijn echt lauwe gasten, zijn super top. En ik schrok een beetje van, op internet iedereen grappig, maar in real life waren ze ook grappig. Want daarna gingen we naar Boxing Influencer en toen kregen we een beetje een band. En toen dacht ik van, oké, ze zijn toffe gasten, ik heb nog een leuk idee, laat me ze connecten. Ja. En ze deden inderdaad geen collabs. Maar ze waren toch wel down. Toen hadden we een video gemaakt. En toen, niet de eerste keer, de tweede keer, dacht ik van, ik neem Chatmo mee. Toen had ik Chatmo meegenomen. En toen werden we een beetje matties. En toen gingen we, wij gingen echt veel samen voetballen. Ze woonden ook zo dichtbij mij in de buurt. En voetbal heeft ons echt dicht bij elkaar gebracht. Ja, ja, ja. Want zonder camera, veel voetballen en op een gegeven moment vriendschap. Veel video's maken samen. Toen zeiden we van, oké, waarom gaan we geen groep worden? En die naam, wij zijn alle drie altijd laat. Jij niet, hè? Ik ben gewoon op tijd altijd. Maar dat zie ik ook. Ik ben een paar dagen met deze mannen hier zo. En degene waar ik altijd op moet wachten, altijd. Ik geef geen naam. Yes! Ik niet. En daarna hij. En daarna hij. Nee, ik niet. Jawel. Hem kan ik het gewoon niet kwalijk nemen. Ja. Hij vergeet gewoon dingen. Ja. Dus als jij iets van hem wil, moet je hem gewoon 10 keer bellen. En dat vindt hij ook niet erg. Dus weet, om hem vandaag op deze boot te krijgen, ik heb 80 keer gebeld vandaag. Nee. Wat ik vergeet te zeggen was, de naam Laatkomers, weet je hoe lang dat heeft geduurd moest? Nee. 8 maanden, voordat we die naam hadden. Ja. 8 maanden. Waarom 8 maanden? We waren echt heel kieskeurig. Vooral 2 mensen. Hey. Ik en Sarmo zeiden vaak, ja man, dit is leuk. Graag, boys. Heb je hier auto nodig of niet? Waarom? Gaan we een auto vandaag? Nee, hij denkt het is GTA. Dit is de parkeerplaats, dit is een boot. Ja, dit is Kjell Bar, hier in YouTube. Het is de parkeerplaats, bro. Take a look at these diamonds, wrong as I lie for squinting, can't just stare. We're bay through thick and thin. Mensen, we zijn plaats van binnen vanwege het geluid. Welkom bij de Comedy Club Istanbul. Oké, als eerste kandidaat van de laatkomers hebben we Ilias Vieto! Dank jullie wel. Oh, wat een fijn. Wat een heerlijke vibe hier op de jacht. Ja, ik zie leuke gezichten, knappe kopjes. Ja, hey, hoe noem je een Somalische Nederlander met veel talent? Chatmo! Absalon Army! Oké. Ja, superleuk. Nee, natuurlijk hebben we Chatmo, veel talent, ook Somalisch. We hebben natuurlijk ook knappe, rijke mannen in de boot! Hey! Ilias Vieto natuurlijk! Nee. Ja, ik voel de vibe. Wat is jouw naam, Krachtma? Charbon. Charbon? Ja. En wat doe je voor werk? Niemand boeit het! Ja. Super top. Nou, dit was mijn show. Dank jullie wel. Ik wens jullie nog een fijne avond en veel gezelschap op de. Nu
de grappigste Somaliër, schat man! Hey. Tof. Ik voel de vibe, ik voel de sfeer. Ja, gezellig dat jullie er allemaal zijn. We zijn toevallig in Istanbul, in Turkije. Hoe bevalt het allemaal? Goed, gaat lekker. Mooi om te horen dat jullie allemaal enthousiast zijn. Ik wou laatst graag wat gaan eten. Maar ik moet wel letten op mijn calorieën, want ik wil niet aankomen. Dus besloot ik om een broodje dunner te eten. Oh my god. Oh, hell. Man. Ik lach daarom. Ik lach alleen om als de boot veel wiebels verliest. Chat mooi, man. Ja, tof het sfeer. Jullie lachen allemaal. Ik waardeer het enorm. Hoe noem je? De snelste man op aarde. Usain Bolt. Nee, Mr. Fast. Yeah! Oké, die was weer leuk. Ja. Mijn tijd is voorbij, jongens. Ik ga er weer vandoor. Hey. Applaus voor Chat. Het is tijd voor niemand minder dan Kleine John. Wauw. Hè? De captain! What the hell? Oké, dus ik was laatst in Ghana. Ik was de weg kwijt. Nu ik vraag aan zo'n man, which way is the centrum? Hij zegt, you go left, you go right, right en left. Duidelijk toch? Toen was ik weer in Nederland. Vroeg ik, meneer, weet je waar Kruidvat is? Hij zegt, links om het hoekje. Dus nu, we zijn in Turkije. Ik vraag aan een man, where is shopping mall? En hij negeerde mij, want hij kan geen Engels. Dat was hem. Dat was echt gewoon. Ja, ik denk nou het Turken te denigeren. Ja man, echt. Kapte! Ik heb met een ratrasje. Hij is een goeie van de boot. Ja. Next up, we got a superstar. Almost 20 years old. He is the little brother of a very good looking fella. Sharma! Nice om het publiek te zien. Ik ga gelijk aftrappen met een leuke grap. Hoe noem je een Turk met een Fiat? Geen Turk, want een Turk gaat in een BMW! Hey broer, ik rij in een Fiat, hè? Fiat Portofino M. Ferrari is ook Fiat, hè? Fiat Ferrari. Natuurlijk, Fiat is Italiaans. Yeah. En jullie gaan weer naar een leuke grap. Luister heel goed naar mij. Hoe noem je iemand die iets beschouwt als geregeld? Mustafa? Mustafa, dat klopt! Ja. Dankjewel. En dat was Sharma! Bakalım aramızda kimi seçeceğiz? Kesin yazın ha yorumlara bekliyorum. Tek tek hepsini de inceleyeceğiz. Hangisine bir kamyon zop atayım diye bana haber edin. Söz elinden geleni yapacağım. Bence ik zelf ook heel vaak krijg de vraag van joh, wanneer ben je nou begonnen met social media, data. Maar dezelfde vraag voor Chatmo, wanneer ben je nou echt begonnen met influencer, vloggen, video's maken en waarom? Ik denk in 2015, maar dat was niet serieus. Dat was een beetje op middelbare school, een beetje voor de grap, video's maken. Welke platform was dat? Instagram. Maar 2019 ben ik echt begonnen en dat was gewoon YouTube. Dus, maar dat is ook volgens mij nu de platform waar je het meest in doet, toch? 100%. YouTube en dan Snap? Ja, YouTube, Snap, TikTok, Instagram, allemaal gewoon eigenlijk. Ja, snap ik. Maar als we het dan 1, 2, 3, 4 gaan benoemen. YouTube bovenaan, toch? YouTube bovenaan, Snapchat 2, 3 TikTok, 4 Instagram. Oké. Heel apart. Waarom? Want 9 van 10 keer is YouTube, Instagram, dan Snapchat. Ik sta er even van te kijken dat Instagram helemaal onderaan staat. Ik weet niet, Instagram gebruik ik niet zoveel. Nee. Dat is denk ik ook de leeftijd. Over 5 jaar verandert dat. Ja, Snapchat is nu echt een ding. Ja, hè? Ja. Klopt. Ja. Maar wat was jouw motivatie dan om te zeggen van in 2009 ga ik knallen? Ik had altijd dat doorzettingsvermogen. Bij mij was het gewoon, ik vond het gewoon echt leuk om te doen. En ik wil gewoon echt bekend worden. Dat was het gewoon bij mij. Ik dacht bij mezelf, ik moet het gewoon maken en gewoon zoveel mogelijk volgers halen. En uiteindelijk groeien en zie je dat weergave gewoon hard gaan. Elke video en dan op een gegeven moment, vandaar krijg je je motivatie ook. En volgens mij is het ook echt aardig gelukt, want ik ben vandaag ergens achtergekomen. Chatmo was 5 jaar dat hij naar Nederland is gekomen. Ja. En nou ben je 23. Ja toch? Ja, klopt. Dus nou, als je kijkt naar zijn taalgebruik, chapeau. Dankjewel. Maar ja, serieus, ik zei ook tegen jou van, ik ben niet sinds groep 1, groep 2, dus ja. Ik heb de Nederlandse taal gewoon als kind meegekregen. Dan is het makkelijker dan iemand die nu pas 5 jaar in Nederland is. Als je in het buitenland bent, doe je elke dag een vlog online gooien. Dat is toch zwaar? Ik doe mijn best en het is ook zwaar.
Maar uiteindelijk vind ik het gewoon leuk om te doen en het gewoon doorzetten. Ja, want dan ben je de hele dag aan het vloggen. En dan ook nog editen. En dan in de avond of nacht doe je editen. Ja. Zodra je hem de volgende dag online kan gooien. Ja, nee, de dag daarna, overmorgen. Ja. Ah, overmorgen. Ja, dan heb ik nog een beetje speling. Stel, er gaat iets fout. Stel, ik heb geen internet. Stel, iets gebeurt er. Okay. Bijvoorbeeld gisteren waren we pas 4 uur 's nachts thuis. Ik heb niet kunnen editen. Ik viel gewoon in slaap. Snap je? Ja, logisch. Maar dan kan ik vanavond gaan editen. Ilias Vieto. Ja. Ja. We hebben elkaar leren kennen via een andere vriend. Die heeft ons bij elkaar gebracht. We hebben een project samen gedaan. En zodoende zijn we een beetje naar elkaar... Vrienden geworden, ja. Ja, toch? Een beetje naar elkaar toegegroeid. Ik vind het echt oprecht fijn dat ik mensen zoals jullie in mijn buurt heb. Ja. Ben ik echt oprecht. Eens gelijks. Dus ja, wie is Ilias Vieto? Hoe oud is die? Ik ben Ilias Vieto. Ik ben 25 jaar oud. En ik heb zeg maar tegenovergesteld van Chatmo. Ik was juist iemand die nooit bekend wou worden. Ik wil alleen voetballer worden op die manier bekend, maar ik was niet iemand die graag social media wil doen. Ik ben wel blij dat ik die keuze heb gemaakt, want uiteindelijk heeft het veel poorten voor mij geopend. Ik zou waarschijnlijk dan ook niet nu hier zitten. Ik zou waarschijnlijk thuis aan het studeren zijn. Wat ook goed zou zijn, maar ik zou minder gelukkig zijn op die manier. Hoe ben ik begonnen? Dat was omdat ik zeg maar, ik had een toets gemist. Op school? Op school, ja. En het was het laatste examen. En omdat ik die examen heb gemist, moest ik een half jaar extra doen. Nou, in die half jaar had ik dus bijna geen school. Ik had gewoon 1 uur per week school. Ik had veel vrij, ik ging gewoon freelance werken doen, et cetera. En in die tijd kwam ik achter die app TikTok. Ik wou het nooit downloaden, ik hoorde alleen maar slechte verhalen over. Er was een dans hebben en ik wou mij daarvan distancieren. Wanneer was dit? Dit was in 2019, zomer 2019. Dus op een gegeven moment krijg ik een hele leuke video binnen van iemand. En ik zei van, dit is lachen. Nee toch, is TikTok nou grappig? Nou, op een gegeven moment ik kijk die TikTok en ik ging helemaal stuk. Dus ik dacht van, zal ik hem gewoon downloaden? Dus ik downloadde gewoon stiekem, ik kijk ernaar. En ik vond het echt leuk, dus ik bleef maar scrollen. Ik vond het echt grappig. Alleen ik ben een beetje competitief. Soms zag ik video's, die vond ik niet zo grappig. Dacht ik van, ik zal het beter doen. Ik zal het echt veel beter doen. In mijn hoofd zal ik het beter doen. Nou, op een gegeven moment, dus een halfjaartje later, dacht ik van, zal ik gewoon een video erop gooien? Om te kijken wat? Want er zitten toch geen vrienden op, niemand kan me uitlachen, want je weet, de buurt gaat gelijk zeggen van doe normaal omgooien, waar ben je mee bezig, is dat voor schut, wat is dit voor zo, je toch, al die dingen. Dus, wat deed ik? Ik gooide een snap online, vlak voor ik slaap ging en ik dacht van als hij morgen wakker wordt, want op TikTok kon je random viraal gaan, toch? Ja. Dus ik post hem en de volgende dag, 7 views. 1, 2, 3, 4, 5, 7 keer. Ja, 7 keer. Toen dacht ik van, oh jammer, nou toch niet. Nou, volgende dag probeer ik het weer, 6 views. Toen dacht ik van, oké, dit is niks voor mij. Want ik wou in één keer viraal gaan, anders wou ik het niet. Ik wou helemaal niet mijn best doen. Op een dag dacht ik van, weet je, de reden dat ik niet hard ga is omdat ik niet praat in mijn video's. Ik deed gewoon geluiden erachter. Dus ik dacht van, laat me één keer gewoon praten. En hopen dat niemand uit mijn buurt het ziet. Nou, ik zeg van, top 3 smerigste dankjes. Ik post een video en ik ga naar buiten. Ik kom terug, ik zie ineens 2000 likes. En ik schrok, ik dacht, wow! Dit zijn gewoon 2000 vreemde mensen die mijn video leuk vinden. En dat was ongekend in mijn hoofd. Ik vond het zo... Ik zie 77 comments, ik ga al die comments langs, ik reageer op ze allemaal. Ze zeiden, haha, nee, dit is juist. Ik zeg van, nee, dit is juist. Ik dacht van, wow, dat is eigenlijk best wel leuk. Hij voelde zich even famous. Ja, toen voelde ik me, kijk, nu voel ik me, ik weet dat ik bekend ben, maar ik voel me niet echt super famous. Toen voelde ik me echt famous. Nou, op een gegeven moment dacht ik van, hé, laat me gewoon weer een video posten. Nou, post weer een video, die ging oké, die ging niet zo hard. En dan, toen kwam corona, boom, heel Nederland thuis, op een telefoon. Ik ook, thuis, niks te doen. Ik dacht van, hé, laat me gewoon een video maken. Nou, mijn broertje kwam naar me toe, hij zegt van mij, hey Ilias, ik heb een cool idee. Kom we doen hoe verschillende mensen vechten over de wereld. En ik denk van, hey, dat is een leuk idee, ik zeg, kom we gaan hem maken. Maar hij wou telkens iets, elke keer moest ik hem vragen, kom mee. En hij was altijd bezig met iets anders. Dus ik vraag 2 vrienden, ik zeg, kom we gaan hem maken. En dat was de video, en dat is ook de reden dat ik nu TikToker ben. Ik had hem gepost, en na 1 dag had hij 500.000 views. En ik schoot gelijk van 200 volgers naar 4000. Ik werd gelijk serieus genomen. En van daaruit, ja, werd het een beetje, ja, het klinkt raar, maar het werd een verslaving. Ik was echt verslaafd aan cijfers, aan presteren, aan goede video's maken. Want ik zeg dat normaal nooit, hè. Dus de eerste keer dat ik het zeg. Ik doe van, ja, het is wel leuk om te maken, maar het was echt een verslaving. Dat had ik ook met YouTube, zeg maar. Op een gegeven moment wil je presteren, toch? Dus de ene video heeft 10.000, dan denk je, oh, dit, ik moet... oh, 20, oh, 50, ja, en dan ineens 100.000. Ik was er echt verslaafd aan en ik was ook heel gedreven opeens. Ik moest mezelf telkens overtreffen, ik stelde goals voor mezelf. En ja, van daaruit, ja, werd ik telkens bekender, begon te werken. Toen deed ik ook YouTube, ik deed Insta, Snapchat kwam later ook erbij. En ja, op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van Ismail Ilgun. Hij zegt van, hey, er is een meneer, ik weet niet of je hem kent. Ik zei, ja, ik ken hem. Hij zegt, ja, hij wil met jou een video schieten. Ik zei, ja, ik vind het wel tof. Ik zie me allemaal altijd leuke, ik zie altijd mensen geld geven, mensen helpen, et cetera. En ik was... Ik noem dat delen. Delen. Ik noem dat kort samen wat delen. Dus ja, ik dacht van, ja... Waarom ook niet? Nou, en ja. Toen kwam ik in contact met jou. En ja, je zei die dag iets tegen mij. En dat ben ik niet vergeten. Je zei tegen mij van, ben je ooit in Turkije geweest? Ik zei, nog nooit. Ik zei van, luister, als je ooit naar Turkije gaat, moeder,
ga ik jullie regelen. Maar ik nam het toen niet serieus. Want ik wist niet van, zal ik jou vaker zien daarna of wat dan ook. Want je weet nooit, je bent druk of misschien gaan we andere paden. Subhanallah, 2 jaar later zit op een jacht in Turkije. Gek hè? Als je die ranking snel wil, nummer 1 TikTok, op nummer 2 Snapchat, op nummer 3 Instagram en op nummer 4 YouTube. Maar... 3 geen YouTube laatkomers? Oh, op die fiets YouTuber, ja, ik dacht op mijn eigen account. Dan op nummer 3 YouTube en dan op nummer 4 Instagram. Maar ja, YouTube moet ik wel wat serieuzer gaan aanpakken, maar dat komt eraan en volgens mij zien jullie dat ook. Tenminste, dankjewel. Hoe heb jij het allemaal ervaren, Charmot? Want hij wordt gezegd, ja, kleine broertje van Ilias Vietto en dit en dat. Maar ik ben heel oprecht, sommige plekken heb je betere kwaliteit dan je broer. Serieus, dat klopt, waar. Dat is waar. Dat, ik denk dat dat ook bij andere mensen opvalt. En ja, hoe ervaar jij dat? Wanneer is Charmot eigenlijk geboren? Niet Amen, maar Charbon. Charbon is geboren in, even kijken, juni 2020. Ilias was al een halfjaartje begonnen, toch? Yes, neem ik aan. En ja, ik had nooit wat met camera's. Hij zei, Amen, begin, die app is gek, dit, dat. Ik zeg, laat me met rust, man. En eindstand had ik 1 video gegooid. Ik heet El Professor, heet ik. Want La Casa de Papa was echt toen hyped. Dus ik had die masker, toch? Dus ik maakte een video met een masker. Een hele domme video en... Ik dacht van, laat dat, dit is echt niks voor mij. En op een gegeven moment was ik bij het jongerencentrum, was met Ilias en kwam met een idee om rappers na te doen. Hij stond, ik zeg tegen mijn vriend van, weet je wat? Wat zijn ideeën? Ik pak gewoon die idee, ik begin die video te filmen, ik plaats die video. Gewoon heel impulsief. Een uurtje later, ik zie die video heeft kapot voor views, ik zie kapot voor comments. Ik denk, hé, wat is dit? Wat is dit voor... Precies wat jij zegt. Ja, in een uurtje was ik bekend. Ik dacht van, wat is dit allemaal? Ik zie opeens een aantal duizend volgers. Ik maak een tweede video, ik maak een derde video. Ik zie binnen 1 week 30.000 volgers. Ik denk, hé, wat is dit nou? Hoe kan het zo snel gaan? En, maar ja. Jij bent ook grappig, hoor. Jij bent voor mij echt grappig. Ja, serieus maar, nu zijn we eigenlijk een paar dagen naast elkaar. Ja. En nooit zoveel tijd met elkaar doorgebracht. Nee, klopt. Maar ook in het dagelijkse gang van de dag, zeg maar, ben je gewoon een grappige Marokkaantje. Ja. Nee. Dat kun je wel zeggen. Ja. Dat kun je wel zeggen. Oh, respect. Ik zeg het liever niet, maar... En de mensen weten niet, hè. Maar als jullie Charbon grappig vinden op video, geloof me, buiten camera is hij 100 keer zo grappig. De ongefilterde dingen zeggen. Ongefilterde Charbon is de grappigste persoon die ik ken. Jij bent gewoon een strijder. Wallah, echt gewoon respect. Dankjewel broeder, dankjewel broeder. En ja, vanaf toen is het een beetje gaan rollen. Ja, een beetje met Ilias. Ik moet zeggen, ik begon een beetje arrogant te worden. Ilias vroeg me om hem te helpen met video's en ik zei tegen hem nee. Waarom moet ik jou helpen? Dit, dat. Het steeg een beetje naar mijn hoofd. Gelukkig ben ik een beetje gehandeld. Ja. Je ziet, Ilias heeft 1 miljoen. Ik heb 1,5 ton. Maar je ziet, het is goed gekomen. Half miljoen, sorry. Buiten het feit dat hij zeg maar die tijd een beetje zelf voelde, dat heeft ons allebei wel gepusht, want we gingen met elkaar competen. Het was koude oorlog. Wij maakten geen video's met elkaar. Nee, we maakten wel video's. Oh nee, we maakten wel video's met elkaar, maar stiekem gunden we elkaar niet. Ja, heel raar. Maar wel, echt, het siert jullie echt enorm dat je dat gewoon openlijk durft te zeggen. Ja, maar dat is niet erg, want het is gewoon verleden tijd en het is altijd beter dat het goed komt. Juist. Slecht einde. Left gaat, klopt. En ja, zoals Ilias al had gezegd, via Ismail zijn we met jou in contact gekomen en nu zitten we op een boot in Turkije. Alhamdulillah. Nee, echt mooi. Ja toch? Ik oprecht, ik ben echt aan het genieten van deze dagen. Maar niettemin, we hebben ook nog een artiest in huis. Gewoon letterlijk en figuurlijk. Kleine John. Si. Hoe oud ben jij? Ik ben 22 en... Ik had je wel een beetje meer gegeven. Ja? Ouder. Nu maak je een brein, man. Maar lijkt de oudste voor de groep? Eigenlijk wel. Ik ga mezelf nu voelen. Nee, eigenlijk ben ik... Je bent de derde. Ik ben derde. Ik ben eigenlijk een van de jongste. 3, 4. Ja. Ja. 22. Wanneer hebben wij, want het zingen is daarna gekomen, hè? Het was eerst influencer. Ja, klopt. Welke platform bij ons is begonnen? Ik ben begonnen met Snapchat. Ik wou altijd voetballer worden. En ik was gewoon altijd in de buurt chillen. En wat ik deed is, ik maakte gewoon echt snaps. Gewoon, ik vond het leuk om dingen vast te leggen. Maar niet per se om bekend te worden, maar gewoon voor de buurt, voor vrienden. Maak ik gewoon snaps, want ik heb vrienden overal. Want ik heb ook in België gewoond. Ja. Dus ik maak filmpjes van wat in mijn buurt gebeurt, voor die matties daar. Op een gegeven moment, mensen zeggen, doe YouTube. Ik zeg, maar ik heb niks te doen, wat ga ik YouTube doen? Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga een keertje luisteren, want ik had ongeveer 10.000 kijkers. Ik maak vlog, ik zie die vlog, wordt niet bekeken. Niemand keek die vlog, zeg maar. Toen dacht ik van, laat dit man. Toen maakte ik weer een video, ging ook niet.
Toen had ik het gelaten, ging ik alleen Snapchat doen en een beetje Instagram. Op een gegeven moment zei een goede vriend van mij van, weet je wat, waarom doe jij niet die dingen van Amerika? Ik zeg, welke? Hij zegt, doe Kiss, Marry, Kill op straat. Dat je dames gaat vragen, welke jongen zou je meenemen op date? Ik ga op straat in Den Haag. Ik dacht, het gaat makkelijk zijn. Ik durfde niemand wat te vragen. Maar ik was met mijn broer en wat andere vrienden, hun hebben wat mensen weten te regelen. Op een gegeven moment had ik een video, helemaal blij, met de camera van 200 euro, zo, van Marktplaats. Ik had mijn video gemaakt, ik ga naar huis. Ik drop hem, ik zie in een week 70.000 views. Zo. Ik denk, hè? Maar kreeg je toen ook die? Ik kreeg hem, maar weet je wat het is, die 70.000 kwam niet in één keer. Yeah. Je ziet zeg maar 20.000, 30.000, 40.000. Dus elke dag was die aan het... Elke keer gooi ik screenshot op Snapchat, ik zeg, hoi, jullie gaan gek, snap je? Dus ik was echt blij, toen dacht ik van, oké, wat ga ik nu doen? En toevallig had Chatmo mij een bericht gestuurd met yo bro, ik wil ook YouTube gaan doen. Hoe doe jij die interviews? Hoe regel jij mensen? Ik zeg tegen hem, bro, ik regel niet. Maar als we samen gaan, fixen we wel wat. Hij had toen camera, microfoon. Ik had geen microfoon, ik deed mijn telefoon zo geluid opnemen. We gaan naar Rotterdam. En Chavante, waar ik bevriend mee was en hij deed muziek. Ik zei tegen hem, kom, we gaan op straat. Iedereen zegt, we lijken op elkaar. We gaan kijken wie de meeste dates krijgt van dames. Hij zegt, let's go. We gaan naar Rotterdam, we maken die video. Sindsdien is het opgeblazen, want hij was toen ook artiest. Ja. En had ook voice gedaan, dus het ging echt hard die video. Toen dacht ik van wauw. Toen Chatmo ging mij motiveren elke week, want ik was gewoon van ja. Ik zeg je eerlijk, ik heb geen studenten-OV of zo. Dus ik kan niet elke keer naar Rotterdam komen om te interviewen. Dit. Maar Chatmo zei bro, kom, we moeten gaan interviewen, we moeten werken. Hij gaf mij die motivatie, want ik deed ook sportopleiding. En als je gezwommen hebt, zeg maar, school zwemmen, dan moet je 50 baantjes zwemmen en veel dingen doen. Je hebt geen zin. Maar Chatmo ging me elke keer motiveren. Zodoende ging ik elke week, echt elke week gewoon interviews doen. En toen dacht ik, laat even die dates, ik ga ook grappige interviews proberen te maken. Dat ging lekker. En op een gegeven moment, ik was wel altijd op Snapchat, ging ik freestylen in de buurt. Dus iemand maakte een beat, ging ik freestylen. Ja. Toen dacht ik van, ja, ik wil studio. Tijdens de interview was er zo'n jongen die ik geïnterview. Hij zegt van, ja man, ik maak muziek. Ik zeg, heb jij studio? Hij zegt, ja man, wil je mee? Ik zeg, ja man, ik wil mee. Toen op een gegeven moment leerde ik hem kennen. En toen ging ik met hem elke keer mee naar studio. En toen heb ik eigenlijk een beetje mijn deur geopend in de muziek. En heb ik mijn eerste nummer gedropt. Die staat nu wel op 1 miljoen, maar hij ging eerst oké. En toen dropte ik, toen wou ik eigenlijk stoppen. Maar toen had een vriend van mij, dus Chatmo, een speciale nep-account. Niet een nep-account, maar een account waar je grappige filmpjes op gooit. Wat je cool vindt uit Amerika en zo. Ja. En die ging heel hard. En hij gooide een preview van een liedje van mij die niet uit was. Die ik ooit in de studio had gemaakt. Maar ik zou eigenlijk niet uitbrengen. Op een gegeven moment hij ging hard. Ik dacht, hè? Dus ik wil hem gewoon dan uitbrengen. Als hij toch zo lekker gaat, dan doe ik deze, dan stop ik wel. Ik zei, ik doe deze en dan stop ik. En toen zei ik van, yo Shaf, wil je op dit liedje? Maar Shaf wist dat ik muziek niet echt serieus nam. Hij zei van, ja, nee. En toen stuurde ik hem dat liedje, zei hij, ja maar, let's go. En ik schrok, want hij pakte al miljoenen streams. Ja, ja, ja. En toen hadden we hem uitgebracht, had ik in een week 1 miljoen. En toen ging ik vaker muziek droppen en toen is het verhaal mooi gegaan, man. Ranking van de platformen. Wacht. Bij jou moeten we natuurlijk iets anders vragen. Muziek of social media? YouTube is sowieso nummer 1. Oké, dus in muziek en social media, gaan we naar social media. Ja. YouTube, Spotify, Snapchat, TikTok. Of omgedraaid. En dan Insta. En bij jou dan, jouw ranking dan? Die hebben wij niet gevraagd. Oh ja. Ja, TikTok, Snapchat, ja YouTube en dan Instagram, ja. Ik merk gewoon eigenlijk hè, bij jullie allemaal als laatste Instagram. Ja, ik ga uitleggen waarom. Kijk, Instagram, ik heb het wel sinds 2012 heb ik volgens mij Instagram. Alleen Instagram, vroeger, laten we zeggen tussen 2014 en 2017. Was prime. Toen kon je zo snel groeien op Instagram, omdat mensen wat makkelijker waren met volgen. Maar op een gegeven moment werden mensen, zeg maar, ze hadden altijd meer volgers hebben dan ze volgden. Ze waren heel moeilijk selectief met mensen volgen. Ja. Dus je kon er heel moeilijk op groeien. En op TikTok was het tegenovergestelde. Heel veel mensen posten niks op TikTok. Die zijn er alleen om te kijken. Dus die volgen wat sneller. Begrijp je? Dus daarom de meeste mensen gingen vooral. Alleen nu, omdat TikTok zo hard ging en iedereen naar TikTok ging, zei Instagram, oh, dat is eigenlijk niet goed. Toen hebben ze Reels gemaakt. En door Reels groei je nu wel snel op Instagram. Klopt. Maar nu is dat te laat, want de meeste mensen hebben hun meeste volgers op TikTok gepakt. Maar lang zal ze leven niet zo snel als op TikTok. Ja, klopt. Mensen, zullen wij een beetje buiten kijken? Want ik ben echt oprecht blij dat ik de verhalen achter jullie heb kunnen vragen. Ik denk de kijker ook, hè. Heel veel mensen vinden dat gewoon interessant. Zet met ons mee. Zo, kijk eens man. Precies daaronder zo. Ja toch? Wat is dat? Dat staat er onder de brug. Oké. Okay.
Broer, maar dit is gaaf. Dit is gek hoor. Of niet? Gewoon voor de snap. Kijk eens shit. Zenny. Wij zijn op de Bosporus, mensen. En kijk eens om je heen. Prachtig. Wat is dit allemaal, hè? Kijk die vogels. Kijk. En niet zo 1, 2, hè. Gewoon genoeg. Precies op onze ja. Nee, weet je, ze willen eigenlijk dat wij brood gooien. En die vallen zitten er, serieus. Ja, alleen, we hebben geen brood bij. Die wint mee. Dus kom, we zijn precies met de boot. Ja, toch? Dat is toch geweldig? Maar Ilias, ooit zoiets meegemaakt? Ja, nooit. Wil ik nog een keertje meemaken? Dit? Ja, zeker. Nee, toch? Ik zie dat hij zegt ja, zeker. Nee, ik word nu wel bang, man. Het is wel vet, hoor. Ja, hoor, ik vind het vet. Pas op, hè. Die hebben honger. Hé, ze komen. Nee, maar het zijn gewoon meeuwen. Het zijn geen vampires. Ik wil Magnus gaan poppen. Dat is het enigste. Hé, Bovenvuld. Hoi. Oh, Bo. Wallahi was close. Boys, kom naar binnen, alsjeblieft. Ja, gaan we naar binnen? Wakker naar binnen, man. Ja, gaan we naar binnen? Hey, jullie lopen, we gaan naar binnen. Ja, ben je serieus? Ja, ik ben serieus, broeder. In het restaurant gezet, wij komen aandokken. Ja, klopt. Kan ik je met de president van Turkije, broer? Boys, kom. Ik zeg je eerlijk, ik heb me nog nooit zo rijk gevoeld. Alleen jacht afstappen, restaurant in. Dit is aura level. Dit ja, broer. Mensen, wij zijn nu aangekomen bij Ruby Istanbul. We zijn overgevaren van Azië naar Europa. We gaan nu een hapje eten. Ik heb honger, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ja, ik ook. Dus we gaan afsluiten met een lekker gericht. Yes. Moeten de mensen nog wat doen, die kijkers? Binnen 10 seconden. Liken. Wacht even. Deze. Ze hebben gelijk. Oh. En nu abonneren. Wacht hè. En dan één iemand moet doen? Ah. Comment. Comment, belangrijk. Oh. Hij is een beetje lang. Ja! Hey, je ziet er zo bij het eten. I'm pouring my heart on a trap instrumental. I went through some shit that fucked up my mental. I went to the school and bought me a kettle. Nou, mensen, compleet eten. Kijk eens, ik heb lekkere kip. Ik heb genoten van de video, maar ik ben eigenlijk benieuwd wat de mannen ervan vinden. Zeg je eerlijk, ik heb echt genoten, man. Het is een top ervaring. Ik wil je erg bedanken, broeder. Het is echt weinig mensen die dit zouden doen, zeg maar. Super tof, super lekker eten. Die trip van Azië naar Europa ook super tof. Dat maak je niet zomaar mee. En helemaal niet op een jacht in de nacht. Dus ja, man, holla dankbaar. Dankjewel, Moes. Ik heb hier geen woorden voor, Moes. Holla, echt dankbaar. Ja, man. Ik alhamdulillah ten alle tijden. Super dankbaar en God zegen jou dat wij dit met jou mogen doen. En ik hoop dat ik gun je meer dan jou heb. En dat is een eer om hier te zijn. En zo naar de mannen. Dank dat jullie er waren. Dank dat jullie hebben gekeken. Liken, abonneren, commenten. En de familie ook even stalken dat ze kijken. Tot de volgende keer.